Maar hoe praat je dan met zo'n kind? Gebarentaal, een beetje coachen. Ik denk het allerbelangrijkste is, ze komen hier weer binnen als kind. Wij zorgen gewoon dat die mensen welkom zijn. Dit is Rauwkost. Yo mensen, mijn naam is Jozef en welkom bij Rauwkost. De laatste tijd is er veel te doen geweest rondom asielzoekers. Door de onrustige situatie in onder andere Syrië is het aantal asielzoekers in de EU verdubbeld. Ook in Nederland komen er nieuwe asielzoekers aan en werd er druk gezocht naar opvang voor hen. Maar daar zaten een aantal dorpjes niet op te wachten. En dan protesten tegen de komst van asielzoekerscentra. Asielzoekers zijn een bedreiging voor onze kinderen. We willen dat niet. Het is nu rust. En we krijgen je terug dan. Genoeg ellende wat je nu soms al ziet. Niet echt relaxed dus. Nu heb ik begrepen dat ze in Stevensbeek juist heel blij zijn met deze asielzoekers. Dus daarom ga ik nu richting dat dorp in Noord-Brabant om te checken hoe het daar is. En het wordt een lange rit, mensen. Life is cool, life is pretty, life. Wat mij vooral opviel is dat Stevensbeek een van de weinige gemeenten zijn die gewoon echt met open armen als het ware de asielzoekers ontvangen. Hoe komt dat? Ik denk dat het komt vanuit het verleden, want we hebben al vanaf 1987 een asielzoekerscentrum. Met de komst van het nieuwe AZC in 2014 hadden wij zoiets van, nou, dan moeten we meteen omarmen. En meteen kijken of dat we mensen kunnen betrekken hier bij de voetbalvereniging. Stevensbeek is wat ze noemen een krimpgemeente. Een gemeente waar meer mensen vertrekken dan ze er komen wonen. Eigenlijk wil dus niet echt iemand hier wonen, soort van. Daardoor moest bijna de voetbalvereniging sluiten, omdat ze te weinig leden hadden en heeft de middelbare school een tekort aan brugklassers. De asielzoekers zijn dus een mooie opkomst om het hier weer levendig te maken. Hoe gaat het zeg maar met de spelers zo samen? Oh, onderling super. Ja? Ja, gaat goed. Ja, we hebben nu sinds vorige week een nieuwe erbij en die kan geen Engels en die kan geen Nederlands. En dat merk ik toch wel. Dat is wel lastig, hè? Dat is wel lastig, hè? Ja. Praat je een beetje Nederlands? Klein beetje? Niks? Helemaal niks? Hoe praat je dan met zo'n kind als hij aan de bal is? Wat zeg je dan bijvoorbeeld tegen hem? Gebarentaal, een beetje coachen. Soms, het gaat ook soms een beetje vanzelf. Meer met handen en voeten ja, eigenlijk. Een beetje Engels. Af en toe een woordje Frans. Zo. Het is een klein dorp. We hebben een kleine gemeenschap. En als je op deze manier van elkaar kunt leren, dat we wij hen kunnen verrijken, maar zij ons kunnen verrijken, denk ik dat we er allebei gewoon van kunnen leren. En hoe lang woon jij hier? 1 jaar 7 maanden. 1 jaar en 7 maanden. En je kan mij al gewoon verstaan en begrijpen? Respect. Box. Zou ik misschien vandaag kunnen meespelen als vlagger? Oh, ik heb er geen probleem mee. Ik zal het even met... Dan zal ik de tegenstander expres buitenspel vlaggen. Ja. Zo. Heb je nooit gedacht? Ja. Ik heb vaak gevoetbald. Je weet buitenspel en zo. Ik ken alle regels. Ja, dat komt helemaal voor elkaar. Ja, dat is wel fijn. Ja, precies. Yeah. Je moet altijd de bal aanhouden, hè? Zo was het Duitse spel. Jullie hebben gezien, de wedstrijd die is inmiddels voorbij. We hebben gezien dat ze goed met elkaar kunnen samenspelen. Maar hoe het hier precies eraan toe gaat, dat ga ik bespreken met de burgemeester. We staan hier naast de burgemeester Marleen. Ooit is hier een van de eerste asielzoekerscentra van Nederland gevestigd. Dat is toen best wel wat dynamiek geweest. Maar mensen hebben wel geleerd dat je soms van tevoren misschien ergens bang voor bent. Onbekend maakt onbemind. Terwijl toen het AZC jaren later hier wegging en de mensen met name weggingen. Toen bleek eigenlijk dat die een onderdeel waren van de gemeenschap. En het ook echt ervaren werd als een gemis. Ja. Dus jaren later, en dan praten we dus over vorig jaar, door alle ontwikkelingen is hier weer een nieuw asielzoekerscentrum in de buurt gekomen. Wij zorgen gewoon dat die mensen welkom zijn. En ze zien het ook als een kans als je kijkt naar de leefbaarheid. Iedereen hier in Stevensbeek bedanken voor deze prachtige ontvangst. Vergeet niet te abonneren op het kanaal hieronder. Abonneer op Rauwkost. Doe even een like omhoog, een blauw duimpje. En laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. En dan zien we jullie weer de volgende keer. Ciao! Meer zien? Ga naar npo3.nl/rauwkost.